NVVB ziet natuurlijk dat de werkdruk veel hoger is nu. Er zijn veel vluchtelingen die geregistreerd moeten worden in de BHP. Het maakt op zich niet eens uit of je centrale opvanglocatie hebt of een particuliere opvang. Het is werk, heel veel werk, en het moet op dit moment gebeuren. In Heerenveen gaat het met name om Oekraïners die ingeschreven worden bij particulieren en gastgezinnen. Ja, zo'n gastgezin belt dan, hoe verloopt het inschrijfingsproces hier? In principe bellen ze inderdaad om een afspraak te maken. En nadat wij een afspraak hebben gemaakt, sturen wij via de mail de formulieren toe die ze in kunnen vullen. En die zijn deels het Oekraïens, dus dan weten ze ook wat ze invullen. Ja, en dan komen ze hier voor een afspraak. Hoe gaat dat? En ze komen hier, ze hebben alle documenten bij zich, die controleren wij. We stellen de identiteit vast. Ondertussen hebben we ook de verklaring onder ede opgemaakt. Dus wij controleren of alles goed is, de gegevens goed staan. En dan is het ondertekenen en krijgt vervolgens het BSN-nummer mee. De inschrijvingen moeten natuurlijk snel op dit moment. De BSN is echt de sleutel tot de sociale voorzieningen, veiligheid. Ze krijgen daarmee huisvesting. Dus het moet snel gebeuren om die mensen ook een plek te kunnen geven. Maar het moet ook zorgvuldig gebeuren. In die hoedanigheid denk ik dat je heel goed de samenwerking op moet gaan zoeken. Kijk naar een andere gemeente. Hoe doet een andere gemeente het? Ja, samenwerken dus. Waar kunnen gemeenten verder terecht voor advies? Want je hebt ook nog de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Zij gaan over de inschrijven BHP. Daar ligt een expertise ook. Ze hebben een front office, die kunnen alle vragen beantwoorden. Kun je altijd terecht. Dus als het echt over de inschrijven BHP gaat, stel daar de vragen. Daarnaast hebben we de NVVB, het adviesbureau. Zij zijn heel gespecialiseerd in internationaal privaatrecht, het namenrecht. Of heb je andere vragen, stel die daar dan. Hoe loopt de communicatie tussen de Oekraïners en de gemeente? Gelukkig spreken sommigen heel goed Engels. En als Engels spreken, dan gaan we in één keer door. Maar mocht de taalbarrière er wel zijn, dan vragen wij burgers die voor oorsprong uit Oekraïne komen en nu Nederlanders zijn, om voor ons te vertalen, om te helpen met de vertaling. De gemeenten die hebben tot nu toe echt heel veel mensen al ingeschreven. En of er nou capaciteitsproblemen zijn of de werkdruk is hoog, ze stropen echt hun mouwen op en gaan aan de slag. En ze doen dit gewoon omdat die mensen gewoon hulp nodig hebben. En volgens mij zijn we eigenlijk tot nu toe ook echt wel gewoon heel top bezig.